Zijn jullie ook zo moe? Nee. Ja. Jij mag, want jij gaat om een dik gaat. Nou, ik zeg dat is een goede timing. Hebben jullie dat ook altijd? Dat hebben we ook al vaak. En we moeten weer naar school. Maar het wordt wel leuk, want we gaan naar gym. En het is vrijdag. En dat is? Miss Marathon. De Slam Niks Marathon. Heerlijk. En als je kan zien, het heeft nog geregend. Dan kan je nog beter zien. En als ik nu klap, zijn we bij de gymzaal. Hallo papa, ik moet eerst nog naar de klas. Oh, je hebt helemaal gelijk. Hé, maar laat je pen zien. Papa. You are a little chicken. Oh, vet. Doen we ze het verder af? We kunnen hem zien. No. Mooi. Ja, nu zijn we in de gymzaal. En ik heb me al helemaal aangekleed. Toppie. Mag ik er? Veel plezier, ik zie je vanmiddag. Ja. Ik ga even een broodje eten en dan ga ik gewoon nog even dus een uurtje of 1, 2 even slapen. En dan wordt het gaar. Het werd vannacht toch weer 2:30. Het begint een beetje op te breken. Maar goed, er staat wel een vlog online. Yay! En nu ga ik eventjes een bammetje eten. Even de vlog bekijken van Martine en van Arjen. En dan... Leuk dat jullie kijken naar de vlog van Martine. We staan hier op het strand van Vlieland. Het is super leuk. Ik ga nu even mijn pieperkjes drinken. Arjen. Ja? Jij doet nu je vlog een dag later. Ja. Maar ik niet in principe. Nee. Maar dat betekent dus dat als deze vlog online komt om 6:00. Ja. Dat dan mensen alvast kunnen zien voor een groot deel van de dag, in dit geval, wat jij gedaan hebt. Ja. Welkom op deze nieuwe dag. Gisteren hebben we overgeslagen. Nou, niet de dag, want gisteren is eigenlijk vandaag geworden. Als je denkt, waar heeft hij het over? Is Arjen Lubach in staat om het tijdruimtecontinuum te beïnvloeden? Maar als je echt wil weten wat ik nu bedoel, klik dan hierop of aan het eind van dit filmpje en dan snap je wat ik bedoel. Dat maakt het er niet veel beter op. Het is nu 11:15. En ik ga maar zo doen. Filmpjes monteren. Nou, ik heb alles onderverdeeld in onderwerpjes. En het eerste itemje ben ik bezig mee met monteren. Maar het is tijd. Tijd om de kinderen te halen. Yeah. Ah, lekker regenachtige dag weer vandaag. Ta-da-ta-da-ta-da. Daar zijn mijn vriendjes weer. Hebben jullie het leuk gehad op school? Nee, vreselijk. Vreselijk? Wat heb je gehad dan? Ik heb het heet. Je hebt het heet? Ja. Hoe kan dat nou? Zo, waarom ben je niet aangekleed? Ik heb het zo heet. Ben je ziek aan het worden? Dit niet, maar ik heb het heet. Dus wat gaan we doen om heel, heel snel thuis te zijn? 1, 2, 3. Nu zijn we weer thuis. En baby snoepjes. Ja, ik heb het nou op. Nee, nog wel dicht. Waar is papa dan? Oh, wacht, die is hier natuurlijk. Hoi, ik ben ook meegekomen met de transformatie. Jee. Hey, wat lekkers te drinken ook? Ja, sproetje. Oké, en wat gaan we doen? Plassen? Nee. Jullie wilden nog de vlog kijken, toch, van gisteren? Oh ja. Vliegen low, vliegen flow, schieten
de school. Ziet je vanmiddag? Ziet je vanmiddag? Ja. Lex, kom maar aan. Nou, lieve Brian, ik heb je helemaal niet gezien, maar ik heb de bestanden wel. Je verrijdt alleen te zeggen, dank voor het kijken, doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dat vind ik altijd superleuk en tot later. Maar dat heb je niet gezegd, dus dat doe ik voor jou. Mazzel. Hey jongens, wat vonden jullie van Brian's vlog? Ik vond het cool, maar waarom zegt hij niet gewoon dank voor het kijken? Dat is wel zo vriendelijk. Ja, nou dat heb ik nu maar voor hem gedaan. En toen kwam Jan Willem eventjes langs. Die kwam eventjes wat testen voor het aankomende event van de politie Almere buiten. Dus dat gingen we eventjes doen en dat was live op Facebook te zien. Nou, dat kun je nu ook hier zien. Volgens mij kan je alleen zo... Moet je hem echt drukken zo niet? Nee, je moet hem echt een kwartslag draaien. Maar we zijn al live, hè? We zijn nu al live. Ah, ja. Dit is test 2, even bij Lex op bezoek. Kijken of het beeld zo beter wordt. Maar volgens mij ging dat niet... Nee, dan zitten we op... Zitten we op de zijkant en dan kun je me hier zo nog, waar is dat dingetje? Ja. Tadaa! Ah. Maar ik denk echt dat je hem even om moet draaien. Kijk, Lex heeft hem wel mooi hangen al, hè? Ik denk dat je hem... We gaan hem even omdraaien. Zo ja. Is het zo beter? Nog een 11 views, is dat... 16? Ja, dat gaat snel, want ze kunnen ook reageren. Nou, dat komt volgens mij hebben we alle 18... Wow, dit gaat heel hard. Turbo op de turbo. Nou, we gaan even kijken of dit werkt en misschien gaan we dit vaker gebruiken. In ieder geval bedankt alvast. Doei. En in de tijd dat Jan Willem hier was, was Stijn even naar boven gesneakt met de camera om een vlog te maken van zijn Minecraft avonturen. Ben benieuwd wat het geworden is. Je kunt het echt helemaal niet zien wat voor spullen ik heb, dus het is best wel geinig. Ik zie het ook helemaal niet, want ik weet niet hoe ik die camera anders moet neerleggen. Ik heb gewoon een paar stapel boeken, dus... En hij zit voor mijn beeld. Dus eigenlijk kan ik voor meter zien. Laat weten hieronder wat ik na deze aflevering kan doen. Ik heb een beetje jeukies. En dus ik heb nu al best wel veel opgenomen, dus... Oké. Ik ga hem nu afsluiten, dus... Ik ga nu zeggen, lijkt me wel leuk, dikke vette pies. Stijn. Stijny boy power. Pies. En toen kwam Manon ook nog. Die kwam de kinderen ophalen. Ja, en dan heeft Luca soms wel even een minder moment. En eigenlijk laat ik dat nooit zien. En iedereen denkt, oh wat een geweldige kinderen en wat lief en leuk. Maar ja, de minder leuke kanten laat ik nooit zien. En nu werd er gezegd, doe dat eens. Toevallig werd het even door iemand anders gefilmd. Luca. Kom, je gaat op je sokken mee. Ik vind het prima. Oh, dat kan ook. Ga lekker op je sokken. Ja, kom je, Luca. Kom, boef. Nee. Waarom doe je nou zo? Dit vind ik niet leuk. We hebben het zo leuk gehad de laatste dagen en dan doe je weer zo. Dan heb je weer zo'n uitbarsting. Nee. Luca. Ik zal ze niet gooien. Zo. Nou, lacht wel. Nou, misschien jullie ook. Ik heb mijn kinderen niet altijd onder controle. Nou, de kids zijn dus inmiddels weg. En ja, ik moet nog even eten. Ik denk dat ik ga voor een kapsalon. Dat heb ik al lang niet gehaald. Gewoon omdat het kan. En dan kan ik zo weer even verder rachen met monteren. Caloriebommetje! Yay! Nou, het is nu 8:30 en ik ga me weer opsluiten in mijn hok. Ik ga weer verder monteren. Ik heb nog meer dan genoeg te doen. En ik heb de eerste fanmail gekregen via YouTube, kreeg ik leuke reacties. En ook via Facebook kreeg ik een leuke video en leuke reacties. Ook over de kids, met name over de kids eigenlijk. En ja, dat vind ik helemaal geweldig. Dat vind ik heel erg leuk. Nou, de kids zijn er alleen nu niet. En morgen ook niet. Dus ja, die hoef je ook niet meer te verwachten in de volgende vlogs. Nou, dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het kijken. Doe me een duimpje omhoog. Vind ik leuk. Abonneer je even op mijn YouTube kanaal. Vind ik nog veel leuker.
Maar ik vind het eigenlijk alle twee heel leuk. En ja, tot de volgende keer maar weer. Hoi!